Na de 2-0, dan zie je de zelfvertrouwen heel ver wegzakken. Veel jongens met de hoofd gaan hangen. En dat mag niet gebeuren op dat moment. Dan moet je juist doorpakken. En nog steeds erin geloven. Mag je de 1-2, zit je weer in de wedstrijd. Maar na de 2-0, daar moeten we wel over praten. Want dat kan niet. Almere City is labiel momenteel. Nou, labiel is een groot woord, maar... Nogmaals, we vallen wel wat. We staan waar de klappen vallen op dit moment. Dat zie je met name in de eerste helft. En dan moet ik zeggen, het verschil misschien vandaag is een Tjerni. Die gewoon niveau hebben voorin. Die het vanuit het niks kan beslissen. En die had ik graag een paar Almere willen zien vandaag. Maar de conclusie is dat het lek nog lang niet boven is bij Almere City FC. Nou, ik hoop van wel naar vandaag. Ja, de ommekeer gaat komen, daar ben je van overtuigd? Dat geloof ik heilig in, ja, absoluut. En dat wordt hard werken. Ja. En gelukkig spelen we vrijdag al. En dan moeten de koppen weer omhoog. En dan moeten we laten zien wat we de eerste 45 minuten hebben laten zien. Moeten we weer op terugkomen vrijdag. En dan ben ik wel van overtuigd dat die punten wel weer gaan komen, ja. Want het is eigenlijk krankjoren, je zit bijna op de helft van de competitie, bijna winterstop. En Almere heeft nog geen uitwedstrijd gewonnen. Dat klopt, ja. Dat zijn de feiten. Daar kan ik nu niks aan doen, helaas.